Goedenacht, Jeroen Eefting hier met gedachten voor het slapen gaan, deel 22b. Je denkt, wat is dit nou weer? Wel, dit is eigenlijk een follow-up op mijn vorige gedachten voor het slapen gaan, over mijn zorgen over mijn toekomst met de korting op de Waaijong, met de inkomens vallen in het huidige regeerakkoord. En ik was klaar en toen bedacht ik me opeens van, wacht eens even. Ik heb nog helemaal niet verteld over de stappen die ik probeerde te ondernemen om zelf van dat eilandje af te komen. En wat ook een voorbeeld is van hoe ik het gevoel heb dat ik op mijn eilandje blijf rondrennen. Ik heb afgelopen zomer had ik mij aangemeld voor vrijwilligerswerk. Ene was met de fietsen alle jaren om... met oude mensen te gaan fietsen die slechte been waren en erectie. En de andere was voor vrijwilligersnieuws. Om te filmen en te editen en hopelijk wat betere filmpjes te maken. Dus een beetje een soort heen en weer situatie van... ik ga filmen en produceren en dat is, nou ja, dat is participeren en dat soort dingen. En ondertussen leer ik zelf ook meer over het filmen en dat soort dingen. Hè? Ik zou mezelf ontwikkelen. Maar, toen kreeg ik opeens te horen van mijn ambulante begeleider dat ik ook, dat eigenlijk helemaal niet mag. Want ik werk ook bij de Brakante Kringloop. En daar heb ik dat ene filmpje gemaakt over de Brakante Kringloop. En dat valt onder dagbesteding. En je mag niet beide dingen samen doen. Niet vanuit de vrijwilligers Link 050 en niet vanuit dagbesteding werk. Ja, want ze zeggen, ja, als je vrijwilligerswerk doet, ja, dan kan je, of je hebt geen dagbesteding nodig. En ik dacht juist van, ik had het zelf bedacht. Ja, van, nou, wacht, ik doe dit en dit en dit en dit. Zo ontwikkel ik mijzelf en zo ga ik stapje vooruit. Maar blijkbaar zijn het hele foute stappen van het ene mag niet met dat andere. Ja, en dan... Dus, nou, ik had... het is maar goed dat ik nog niks had ondertekend. En alles een beetje stil lag ondertussen. Dus het ging heel erg kabbelend met dat vrijwilligerswerk. Maar ik zat wel te denken, ja, dat is ook wat. De Waaijong wordt gekort. De mensen worden gestimuleerd om te werken. Nou, denk ik van, nou, een goede stap om vrijwilligerswerk te doen. En dan mag ik dat niet. Omdat ik al een soort vrijwilligerswerk of dagbestedingswerk doe. Ja. Zo wil ik werken en zo mag ik niet werken. Hè? Dit zou voor mijn geestelijke ontwikkeling zijn. Nou, gewoon voor mijn algemene ontwikkeling. En zo heb ik dus in deze beeld dat ik een beetje op dat eilandje aan het rondrennen ben. Ik zou graag best wel willen werken. En ik weet niet waar ik naartoe moet. Want overal worden een soort barricades opgeworpen. Althans, zo ervaar ik. En ik hoop dat ik daarin naast zit. Van, nou, vrijwilligerswerk. Nu mag niet gewoon werk. Nu, dan verdien je te veel. Hè, wat je had gemaakt. Nog meer verdienen. Ja, nu dan. Hè, straks kom je bijstand terecht. En zus en zo. En ja. Nou. Ja, dan weet ik het ook niet. Dus, nogmaals, tips en tricks en wat al niet meer. Ik ga zo naar het UWV. Van, wat kan ik, wat wil ik en wat mag ik? Wat mag ik? Leg dat maar eens uit, hè? Goed, wel. Heel wat te bekijken en dan kun je allemaal rustig slapen. En dan ga ik ga weer die petitie onder het linkje zetten. En dan tot de volgende keer. En als ik nog een gedachte voor het slapen gaan 22c maak, nou, dat zien jullie misschien zometeen wel. Voor nu, wel te rusten.